Welkom dames en heren, jongens en meisjes. Vandaag zijn we hier met een gloednieuwe heerlijke video. Dit wordt weer wat leuks. Ik heb namelijk een fantastisch idee. Nou, of het fantastisch idee is, dat moet nog maar blijken. Maar zoals jullie weten mensen, ik heb de superhit, de wereldhit, Geen Cartier uitgebracht. Met die enge boy, met die rode flow. Ik weet het zo door elkaar. Nou, naast dat het alle charts bestormd heeft, met de nadruk op bestormd, niks meer dan dat. Maar ja, we kwamen in de buurt van dat het nummer 1 werd. Helaas is het net niet gelukt. Vind ik jammer, baal ik van, maar we hebben het uitstekend gedaan. Fantastisch. Zoals jullie weten heb ik ook een mooie clip gemaakt. Heb ik niet naar Zino gedaan. Echt fantastische clip. Dus Zino, dit is niks tegen jou. Maar ja, ik heb toch een gevoel van, ik wil eigenlijk misschien wel een andere clip. Zo'n gevoel heb ik gewoon. Voordat we verder gaan, abonneer op mijn kanaal, kan hier beneden. We gaan super lekker. We gaan richting de 500.000, dat is bizar. Halve miljoen. Abonneer dus lekker hier beneden. Doe een duimpje omhoog. En wat we vandaag gaan doen. Ik ben hier weer op Fiverr. Fiverr natuurlijk. Wij kennen Fiverr door één ding. Namelijk. Aasje. Maar ik kwam dus op iets fantastisch weer. En dat is dat je kan mensen betalen om een videoclip voor je te maken. Dat is toch fantastisch. En er zijn allemaal manieren. En sommige zijn heel goedkoop, sommige zijn heel duur. Ik heb hier één voor 13 euro. Dat is dan een lyrical video. Ja, dat hoeven we niet. Dat hebben we niet nodig. Of hier een 2D anime music video. Maar dat is 1800 euro. 1800 euro. Dus ik ga even kijken wat leuk is. Ja, laten we maar gaan kijken. Ik zit een beetje rond te kijken. Ik zag al een paar leuke dingen. Eerst, ik wil gewoon echt een video. Als in, ik wil geen tekst. Dus dit is een soort serieus iets. Maar willen we serieus? Ja, hoeft niet per se van mij. Eens even kijken wat ze hebben. Maar 5 dagen duurt dat, dan heb ik het al. Oh, dit is met pre-recorded footage. Je hebt altijd dezelfde footage. Nou, dat is niks. Ik wil dat iemand een eigen clip maakt. Hallo. I will create a professional dance music video. Stel, ik laat haar dansen op Geen Cartier. Even kijken wat eruit zal zien. Paren in de week. Ik ben nooit weg geweest. Maar op zich wel een kans hebben. Ik vind het wel leuk om echt zoiets te hebben. 1:30 minutes running time. Dat is wel kort. Dit nummer is 2 minuten. Dat is niks. Daar baal ik van. Wat is dit dan? 400 euro. Een skelet. Meet Mr. Skeleton. Huh? I can make him sing, dance, act on your song or music on any concept and make an amazing music video for you. Oh mijn Mr. Skeleton. 400 euro voor Mr. Skeleton. Ik vind 400 wel echt veel mensen. Wel allemaal 5 sterren, maar 400 euro. Nee, dat gaat me echt te ver denk ik. I will create your 3D and... Dit wil ik. Een 3D geanimeerde. For over 2 years, our team is focused on creating animations. And we want to work with you to create the perfect 3D video to impress your fans. We create the right atmosphere for every song. Dit is goed. Oh. Premium. Hoeveel kost dan de premium? 590 euro. Ik kan dit niet betalen. Zeg wat, deze dansvrouw, dat is de goedkoopste tot nu toe. Wat is dit? Ik ben Donny. Ik ben een professionele video editor en een musician. Hij maakt ook muziek. Hij luistert diep naar ons lied. En dan gaat hij kijken wat het genre is, het thema en de atmosfeer. Dit is fantastisch. Dit moet ik hebben. Hoe lang duurt dit? 10 dagen. Nou, dat is goed hoor. Deze moet ik hebben. Deze. Donny, jongen. Even kijken wat hij heeft. Pray for a better way. You can't sit on your ass sipping lemonade. Roadblocks at the place you should elevate. And where I'm from, you'll be dead if you hesitate. Dit moet ik ook hebben. Dit moet ik ook hebben voor Geen Cartier. Absoluut. Deze ga ik zeker doen. 105. Dit wordt een hele duur. Dit wordt een dure video. I will film, produce and edit your music video with actors and location for a very affordable price. Dit meen je niet. Maar dit is fucking goedkoop. Dit is 88 euro. In 2 dagen. Hallo? Dipke. Deze moeten we hebben. Ja, die moeten we hebben, mensen. Ik denk dat 3 persoonlijk genoeg is, denk ik. Eigenlijk wil ik wel 1 echt goeie. En die mag ook wel duur zijn, vind ik. Ja, we kunnen het skelet doen. Eigenlijk wil ik het skelet. Die 3D animated vind ik ook goed, hoor. Maar ik ga denk ik toch voor het skelet. Ik denk echt dat ik voor het skelet ga. We gaan dan voor de dans. Dat is dus even een mooie dans. Maar deze is ook dans. Deze dans slaat nergens. Die doen we weg. Deze, moet ik zeggen, twijfel ik over ook weg. Ik doe dan deze dans. Totaal niet op wat ik hier zie. Om dit wat ik zie hier, doen we deze. Ik wil wat skelet. Hij is er wel een maand mee bezig, deze gast. Een maand. Ja, ik ga deze gast. Ja, en deze. Dus ik ga voor een emotionele clip. Een clip met kleine animations, maar met acteurs. Hopelijk vrouwelijke acteurs. En een skelet. 400 euro. Dit kost me bij elkaar gewoon 600 euro. I have no suggestions what to do. I'm just really looking forward for the end result. Mensen, dit was het voor nu. Nu een maandje wachten. En tot zometeen voor jullie.
Dames, we zijn er. Het heeft even geduurd. Ik heb dit eerste deel van deze video opgenomen op 13 augustus. Het is nu 11 november. Het heeft 3 maanden geduurd. En dan vraag je aan wie heb dat gelegen? Ja, aan mij. Ja, ik was, ik weet niet hoe ik het precies moet zeggen. Maar ik was zeg maar een klein beetje vergeten dat ik deze video gemaakt had. Ja, weet ik. Kom, weer toch. Ja, weet ik. Ik las dit net. Het was de eerste. Ik vroeg of je het uit kon stellen. Zei ik, is goed. I create a story. It's about two friends who are in an apocalypse. They're alone in this world. Nou, dat is niet waar geen kartje over gaat. Die heeft geleverd. Toen, hi, please give a check whenever you can. Niet op gereageerd. Your order was completed and Angel is no longer available on Fiverr. Dus die is gewoon weg. Waarschijnlijk was het zo slecht dat ze daarna gestopt is. Maar goed, laten we maar gaan kijken. Ik ben zwaar benieuwd, mensen. De allereerste. Let's see this. Oh ja, yeah, the world eindigt over Koen. Een dag. Hey bro, ik zeg je eerlijk, het is super druk op het moment. Ik heb echt helaas geen tijd, man. Ik zit veel in de studio met grote... Two friends? Was ik niet hier met die chick? Want ik dacht, nou, dat gaat zeker views opleveren. Want daarvoor heb ik deze gekocht. Paar ruggen in een week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban. Nee, ik hoef geen kartje. Wel leuk, hij heeft een Ray-Ban soort van op. We rocken nog Ray-Ban. Oh. Nee, ik hoef geen kartje. Ik kan champas halen, broer. Zoals niemand hier. Ik heb hier 140 euro voor betaald. Hoeveel heb ik hiervoor betaald? Voor dit geintje? 140 euro? Dit had elk clip kunnen zijn. Zo. Lekker slokkie. Oké, ik heb hier 140 euro voor betaald. Dit is echt zonde van mijn geld. Dit is echt een kutclip. Saai. Fucking saai. Misschien, omdat ze geen idee hadden waarover het ging. Dat zou kunnen. Maar dit was niet heel erg goed, moet ik zeggen. Oh nee. Retransfer link. Nee! Nee, nee. Maar maakt niet uit, de leukste komt nu. Ik heb die ene van deze gast. Van die vent met dat skelet. Daar heb ik 400 euro voor betaald. Hij wilde echt pers dat ik heel het nummer vertaalde. Dus heeft mijn vriendin heel het nummer vertaald naar het Engels. En we gaan het nu zien. Ik ga hem nog even 5 sterren geven. Kijk, ze ben ik dan ook alweer. Oké, mensen, daar komt ie. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban. Nee, ik hoef geen kaart. Broer, dit is voor kousieke scam. Het is 30 seconden. Het is 30 seconden. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban. Nee, ik hoef geen kartje. Hey, hallo, dit is Koen. Wat is dit? Waar zit ik aan te kijken? Hé, maar dit is maar 30 seconden. Oh, wacht. Wacht. Ah, kijk. Ik dacht al, dit kan niet. Dus ik dacht, ik ben gescamd, maar is niet zo. Let's go. Oh, jee. Een dood iemand. Oh, nee, hij heeft het over Brent. Brent is dood. Oh! Yeah, wat goed! Wat een goed filmpje! Zo random. Ik heb hier zoveel geld aan uitgegeven. Ik ben hier 700 euro aan kwijt. Die enge boy met die rode flow. Ik verdien. Zit hij gewoon met zijn vinger zit hij hier zo te doen zo. Dit is toch ongekend wat schitterend. Ik heb champagne. Champagne, hij drinkt champagne. Ja, hij heeft champagne gemaakt hier op de andere kant ook. Wat schitterend. Dan ben je triest dat hij mij nadoet alsof ik een skelet ben. Ik weet, ik ben vrij dun. Maar om zo mij af te schilderen vind ik wel een klein beetje triest. Maar goed. Nee, ik hoef geen kartje. Paar ruggen in de week. Maar dit stukje snap ik ook gewoon niet. Ik heb hem helemaal vertaald voor deze vent. En daar komt helemaal niks in terug behalve de champagne. No entry. Nee. Zo, lekker dansen. Oké. Hey, hallo, dit is Koen, geen DMP. Laat er nergens op. Geen corona, maar we leven. Dit is zo random wat ik heb gekocht. Dit staat helemaal nergens op. Ik wil langs bij je chick, maar ze is niet thuis. Ik had je nodig om geld te zien. Hoor je kaasje, heb ik weer wat geld. Paar in de week. Ik ben nooit weg geweest. The dancing skeleton goes viral on internet. Million of fans overnight on internet. Ha! Lijkt mijn leven wel. Zo random. Hij is nu aan het filmen dat hij zichzelf aan het filmen is. Dit is echt een van de raarste dingen die ik ooit gezien heb. Dit is een van de allerraarste dingen die ik ooit gezien heb. 1 miljoen likes, 5 miljoen likes. Ja. Oh, hij gaat even een krantje lezen. Lekker krantje lezen. En lekker slapen. Oh, hij begon natuurlijk. Ik begon ook op zijn ding. En eindigde op zijn ding. Dat doet hij ook. Hij stond dan op uit de dood. En eindigde ook op zijn bed. Net als ik op mijn bed eindigde. Fantastisch. Ik ben koud. Ik heb die ander. Ik dacht echt dat ik met een chick zou krijgen. Ik dacht dat zijn views. Mensen, ik ga de video weer afsluiten. Mocht die ander nou echt leuk zijn, dan zal ik hem laten zien op mijn Instagram. Dus volg me op Instagram. Instagram is Koen. En abonneer op mijn kanaal. Abonneer. Doe het nou. Dankjewel voor het abonneren. We willen de 500.000 voor 2021. We moeten nog 29.000. Mensen, het moet lukken. Willen jullie de volledige link zien van het filmpje van het skelet? Dat is goed. Ik zet hem wel in de beschrijving. Weer bedankt voor het kijken. Vond je het leuk? Zeg een duimpje omhoog. En ik zie jullie weer bij de volgende video. Bye bye. Paar ruggen in de week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban. Nee, ik hoef geen kartje. Paar ruggen in de week.
weggewerkt.